Goedemorgen, het is 10:10 en waar lig ik nu weer? De vogeltjes fluiten hier, ik lig hier in the middle of nowhere. Ik ga even jullie de view laten zien. Zijn jullie klaar voor de mooiste spot van heel België? Tjaka tjaka tja. Dan een vuurtje gemaakt. Gisteren zijn we hier aangekomen toen het nog vol zon was. Toen was dat water zelfs nog veel helderder blauw. We gaan er straks naartoe. Dat wordt allemaal heel leuk. Gisteren ben ik de vlog niet begonnen. Omdat we zijn redelijk laat aangekomen. En ik wou hier gewoon vandaag beginnen. Ik heb wel enkele beelden gemaakt gisteren. Want hier waren motocrossers gekomen. En we hebben nog een paar dingen meegemaakt. We hebben hier zelfs een soort van kamp gebouwd. Dus dat laat ik nu even zien. Ik ben hier even een bergje opgeklommen, een klein bergje. En daar is de grote berg waar die motocrossers naar boven gaan. Ik ga hopen dat ze terug langs hier komen, dat ik ze nog eens op beeld kan hebben. Langs deze kant. Yes boys, ik ben even aan het vloggen via mijn gsm. We hebben net twee paletten hier uit de wei genomen en allemaal... ja, gras eigenlijk, hooi, erop gelegd om mee te nemen naar onze kampplaats. We gaan een kamp bouwen om in te slapen. Ik raad jullie allemaal aan, ga nooit naar Basic Fit. Dat is allemaal geldverspilling. Maak gewoon een hut in het dichtstbijzijnde bos. Wij hebben hier net gewoon een soort van eigen osso gebouwd. Check dit, we zijn paletten gaan halen beneden, we zijn stro gaan halen. Dit is mijn slaapplek voor vanavond, check dat. En dit is Daan zijn slaapplek voor vanavond. Hij heeft een matje mee. Ik en niet, dus ik slaap lekker op stro. The next day. Allright, wij gaan hier lekker wakker worden. Ja, een vis vangen en daar een ontbijtje van maken of zo. Weet ik veel wat wij gaan doen. En als de volle zon is, gaan we naar beneden richting het water. Als het warm genoeg is, gaan we erin zwemmen. We zijn al een tijdje wakker. We hebben hier een lekker vuurtje gemaakt. Het is wel bijna uit, want we gaan richting beneden terug. Daarstraks zaten daar ook andere mensen. Die hebben hier de hele nacht gezeten, lawaai gemaakt. Ik heb dat niet gehoord. Daan is er wel heel vaak van wakker geworden. Ik sta hier nu even op een rots en ik ga de view nog eens laten zien, joh. Want het zonnetje begint door te komen. Man, man, joh. Word zo wakker, joh. Poh, kijk dat meer. Het is nu 9:00. We gaan naar beneden. Binnen een paar minuutjes hier even alles opruimen, afval meepakken, vuurtje uitdoen en dan richting beneden. We gaan ook een heel grote rots van een berg eigenlijk laten afgooien in het water. En dat lijkt ons heel ziek, ook om te filmen met de GoPro, een vies slow motion te zetten ofzo. Misschien gaan we ook nog een paar TikToks maken. We moeten nu de hele afdaling hier echt door het bos helemaal naar beneden gaan. Check jullie dan gewoon beneden bij het water, want dat is echt insane vet daar. Oh, ik ben zo fucking hyped hiervoor. Dit is zo mooi. Ik heb mijn nieuwe familie gevonden. 1000 vissen in de zee. Ja, voilà, zee is gewoon een groeve hier. We zijn nu even stroopwafels aan het geven, check dit. Die blijven maar komen, joh. Ik weet niet of ik dat goed op beeld kan leggen. Iemand die weet wat voor soort vissen dit zijn, laat het weten in de comments. Ik denk dat ik zelfs even in het water ga gaan. Het is wel vies koud. Het valt heel... wow, yo, what the fuck, een dikke zwaan of gans. Het water is redelijk koud, maar met onze voeten kunnen we hier wel inchillen. Het zou super chill zijn als we van helemaal daarboven, dat is zeker 80, 90 meter hoogte, een dikke rots naar beneden kunnen laten vallen. Maar dat gaan we niet doen, want we geraken daar moeilijk en we kunnen moeilijk met een vies grote rots helemaal dan naar boven sleuren. Dus wij gaan op een iets lagere klif, waar je ook met mijn schoen aan het aandoen, een rots naar beneden laten vallen in deze groeven eigenlijk is het. De vissen zijn nog steeds aan het genieten van onze koekjes die we net aan hun hebben gegeven. Daarachter zwemmen ook ganzen of zwanen, ik weet niet wat het zijn. Iemand leg me alsjeblieft in de comments uit wat het verschil is tussen een gans en een zwaan. Of hoe je dat kunt merken.
En we zijn nog steeds aan het viben. Maar wij gaan nu een goede steen zoeken om in het water te laten vallen. Samen met Daan hebben we een mega grote steen echt tot het topje van een bergje gelegd. Die gaan we direct in dit meer laten vallen. Ik ga mij hier opstellen met 3 camera's. Daar ga ik zitten met de GoPro. Hier met mijn Canon camera. En waarschijnlijk ook nog een TikTok maken. Goed, ik ga me nu naar daar zetten. En dan gaan we die steen in het water gooien. Pas op dat je er niet in valt, hè, bro. Wie die golf? Lekker. Ik ga zelfs mijn anus wassen. Oké, die hebben gezien dat de steen in het water viel. Maar jammer genoeg viel die niet plat in het water. Want, want dan was dat een veel hardere knal. En deze echo hier is niet normaal. Kijk, hè. Hey, zien jullie die hoge berg daar? We gaan nu proberen om erop te geraken. Ik weet niet hoe. Maar ja, we gaan gewoon proberen. Random meegepakken, gewoon upstairs geraken, holala, is groot, je weet zelf, allemaal naar babbel af. Ik ben Sam hier van de buurt, iedereen is bang van mij. We hebben hier gisteren ook een dam gebouwd. Ik zeg, weg naar hemel, weg naar hel, Allah is groot. I'm very sorry boys, maar we zijn boven niet geraakt. We konden geen fatsoenlijke weg vinden om boven te geraken. Maar we gaan sowieso binnenkort nog eens terugkomen als ik mijn ribba heb en met mijn auto kan komen. Met meerdere personen, met 5 of zo, en dan echt 2 tenten meenemen en echt er... Nog eens gewoon overnachten en dan wel tot de top gaan. We zitten nu in het station. Treintje pak, snap. Vakka! Ik zit in de trana! Even mondkapje opzetten, conducteur is daar. Daan is ook richting zijn osso en ik zit lekker op de trein richting mijn osso. Het was een vies nice dag gisteren. Deze nacht, vandaag, goed gechilled. We gaan sowieso binnenkort, of ja, ooit in de zomer of zo, nog eens terug. Ja. Ik hoop dat jullie dit een vette video vonden. Vergeet niet te liken, te abonneren en natuurlijk het notificatiebelletje aan te zetten. Comment allemaal bananen zijn krom in de comments. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Ciao, ciao.